Welkom in de Elandstraatkerk in Den Haag. Ik heb het genoegen om hier de concertorganist te zijn op dit prachtige orgel. Achter mij een beest van een orgel. Een beest dat kan grommen, maar ook heel mooi kan spinnen en fluisteren. Het heeft drie klavieren en het is het grootste Franse orgel wat nog behouden is gebleven. Er zijn nog twee van dit soort orgels, eigenlijk identieke orgels, gemaakt door de gebroeders Fransen. Maar die zijn helaas verloren gegaan, zodat dit het enige bijna integraal overgebleven orgel van Fransen is. Bijna integraal. In midden van de 20e eeuw zijn er wat veranderingen geweest. Waaronder een elektrificatie van de klaviatuur. Die is elektrisch gebleven. Na de laatste restauratie in 2011. Schitterend gerestaureerd door Adema. En omdat het elektrisch is gebleven, is er nu een setzer ingebouwd. En u weet dat ik daar erg van hou. En het is ook erg handig, vooral in coronatijden, want je kunt alles zelf doen. U ziet alle registers verspringen. Dat heb ik allemaal ingeprogrammeerd. Dus dat is het mooie van dit orgel. Ik kan helemaal alles zelf doen. Een orgel met drie klavieren, een beetje een ongebruikelijke dispositie. Het heeft zowel Duitse romantische elementen met veel strijkers, veel achtvoeten die prachtig op elkaar aansluiten. Maar ook Franse dingen zoals hele mooie fluitharmoniek, echt in de stijl van Xavier Col. En ook de tongwerken zijn eigenlijk puur Frans. Echt grote kracht zit in de tongwerken. Dat kwam omdat Fransen eigenlijk, de gebroeders Fransen hadden hun opleiding gehad, zowel in Duitsland bij Rütter als bij Lorette. En Lorette is meer een Frans georiënteerde bouwer. Ja, een beetje bijzonder is het dat het zwelwerk is niet een reci als derde klavier, maar is een positief als tweede klavier. En dat is het zachtste klavier, dus u ziet mij vaak op het zachtste klavier spelen op het tweede klavier. Eerste klavier is gewoon hoofdwerk met alle grote en sterke registers. En het derde klavier is heet reci, maar is eigenlijk een soort sterk solo werk met een trompet daarop en een prachtige klarinet. Vreemd is ook eigenlijk dat Fransen de Vox Celeste, die je normaal gesproken in het zwelwerk verwacht, op het reci zet, dus niet in de zwelkast. Dat heeft wat beperkingen met de literatuur. Maar nou hebben we op het tweede klavier het positief een fugara en die hebben we iets lager laten stemmen. Het was oorspronkelijk gewoon een strak gestemd register, maar nu is het eigenlijk een prachtige Vox Celeste, of Undamaris moet ik eigenlijk zeggen, iets lager gestemd. En u zult vooral horen dat in het langzame deel van Vierne die prachtige diensten gaat bewijzen. Veel plezier met dit programma op het Franse orgel. 2020 is het jaar waarin we Louis Vierne herdenken. Helaas zijn er erg veel concerten uitgevallen dit jaar. We zouden in Den Haag alle orgelsymfonieën van Vierne gaan uitvoeren. Maar waarschijnlijk wordt dat uitgesteld naar volgend jaar. Niettemin wil ik een tweetal stukken laten horen uit een vrij onbekende symfonie, de vierde symfonie van Vierne dus. Een symfonie die eigenlijk bekend staat als een hele depressieve symfonie. Vierne, als je zijn biografie leest, dat is een aaneenschakeling van persoonlijke tegenslagen en problemen met gezondheid. En dat hoor je soms terug in zijn muziek. En vooral die vierde symfonie, dit eerste, het tweede deel, maar ook het laatste deel, is echt, daar zit heel veel emotionele diepte in. Maar het bijzondere van die vierde symfonie is ook wel dat er een derde deel in zit, midden in de symfonie. En dat is eigenlijk een van de vrolijkste stukken van Vierne, namelijk het menuet. En af en toe hoor je een chromatisch lijntje erdoor, en dat is nog een beetje die melancholie. Maar over het algemeen is het echt een soort menuet in de stijl van Widor. Ook speel ik de romance, dat is het vierde deel. Dat begint eigenlijk ook vrij positief gestemd. En dan in het middendeel komt daar weer het eerste thema uit de symfonie terug. En dat is weer echt zoals we Vierne kennen. En hierin ontwikkelt hij ook de Tristan-harmoniek. Je hoort elke keer een melodie die maar doorgaat, een oneindige melodie. En dat was eigenlijk een techniek die vooral Wagner had toegepast in zijn opera Tristan en Isolde. Je kunt het eigenlijk voorstellen, je hebt een melodie die ergens eindigt op een noot en dan denk je, nou, de noot is klaar. Maar de harmonie die eronder zit, die suggereert dat het nog door moet. En elke keer die spanning verder doorvoeren,
zodat er nog een melodie komt. Dat past Vierne toe in dat vierde deel en dat houdt hij zo'n kleine 10 minuten vol.